denk ik voor heel vet bier. Welkom bij Topnames. We zijn vandaag te gast bij Voice in Groningen. We doen een dag interviews met mooie Groningse ondernemers. Jij bent er eentje van, Benjamin Derksen. Je bent van Frank? Ja, klopt. Wat doet Frank? Frank is een webwinkel in 12, 13 landen. We hebben 450 webwinkels in al die landen. En we groeien heel hard. Hey, er zijn heel veel webwinkels. Ja. Wat onderscheidt jullie? Door per webwinkel een heel breed assortiment. Dus in plaats van één heel groot warenhuis hebben wij per webwinkel heel veel producten van dat specifieke onderwerp. Dus bijvoorbeeld de diepte in per product. Geef eens wat voorbeelden. Ja. Ja, wereldbol.nl, daar koop je wereldbollen. Dompelpomp Expert, daar koop je dompelpompen. En op telescoop.nl koop je alleen maar telescopen. En dat hebben we ook vertaald en dat zit ook in meerdere landen. Ja, voor mij klinkt dit een beetje als het Coolblue model, die natuurlijk ook 1001 webshops... Ja, Coolblue is de Frank van het Westen. Nee, ja. Nee, kijk, er zijn in Nederland denk ik 3-4 partijen geweest die zo zijn begonnen. Vonk is zo begonnen, onder andere. Coolblue. Maar ook Wayfair, CDN stores in het buitenland. En heel veel partijen die ziet nu dat die naar één domein gaan. En dat is ook iets wat wij overwegen. Omdat op een gegeven moment 450 tot 500 domeinnamen heel moeilijk is om te blijven beheren. Maar of het nou het Coolblue model is, weet ik niet. Er zijn ook heel veel auto's, er zijn ook heel veel merken fietsen. Ik denk dat iedereen dat op een eigen manier doet. Ja, maar waarin onderscheiden jullie je van dit soort partijen? Want je hebt ook 1001 verschillende websites op 1001 verschillende... Een groot verschil is denk ik dat wij echt niches opzoeken. Dus echt niet in die consumentenelektronica zitten. Niet in de productgroepen die je ook bij de mediamarkt, bij de intratuin of wat dan ook kunt krijgen. Maar echt die hele kleine groepen proberen te pakken. Waar je ook steeds meer minder online representatie van ziet. En daar proberen die niche te vinden. Geef eens wat is een succesvol voorbeeld van een kleine niche bij jullie? Werkschoenen is bijvoorbeeld een vrij succesvolle. Je ziet dat er steeds meer werkschoenen verkocht worden. En online gebeurt dat relatief weinig. Dat is een voorbeeld. Maar ook dompelpompen, ik geef hem steeds als voorbeeld. Iedereen lacht erom, ja, jullie ook weer. Ik heb een dompelpomp hoor. Ja, nou precies. Ja, dus, maar zo raar is het niet. Heel weinig mensen die kopen, of heel veel mensen kopen dat ding gewoon nog redelijk vaak offline. Terwijl je daar een enorme opkomst in ziet. En er zijn eigenlijk geen winkels in de verschillende steden die gespecialiseerd zijn in dompelpomp. Het is namelijk een klein onderdeeltje van bijvoorbeeld het hele grote intratuin. En dat onderscheid wel, dat maakt echt wel onderscheid. Hoe bepalen jullie welke niche je gaat betreden? Waar kansen liggen? Nou, dat zijn heel veel factoren, maar een van de factoren is zoekvolume. Dus hoe belangrijk en hoe vaak wordt op een bepaald woord gezocht. Een ander voorbeeld is er concurrentie, ja of nee? Nou, daar kan je ook allemaal analyses op loslaten. En hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om zo'n product bij een leverancier te krijgen? Want je ziet vaak, als dat moeilijk is, dat de snelle geldverdieners die laten dat vaak links liggen. En ik denk juist dat doordat je in productgroepen zit die je niet heel vaak online ziet, steeds wel meer, dat vaak wel het verschil maakt. Hoe lang geleden zijn jullie hiermee begonnen? In het huidige concept ongeveer 10 jaar geleden, ja. 2008, 2009. Tijdens de studie, dat is echt 2003, 2004 geweest, zijn we begonnen met e-commerce. En dat was dan met name mijn compagnon Ranier, die begonnen is om afstudeerscadeaus te gaan verkopen. Dus afstudeercadeau.nl, nou, dat is ook al verkocht. En daar verkochten we kaarten van bijvoorbeeld Leiden of Groningen. Maar ook van die barglobes, dus die doe je open met heel veel whisky erin. Want ja, wat geef je een afstudeerder cadeau? Geen idee. Nou, en we zagen dat er steeds meer vraag was naar die verschillende producten die we verkochten. Dus wereldbollen, telescopen. En toen hebben we dat allemaal in die verticals gezet. En dat hebben we eigenlijk ongelimiteerd gedaan. Tot ongeveer 500 op dit moment. Ja, en je noemde net al eventjes dat er een beweging is bij de grote webshop-conglomeraten om richting weer één domein te gaan. Ja. Coolblue kondigde dat aan. Ja, die is er al 3 jaar mee bezig. Volgens mij heeft hij vorige week alles nu gecentraliseerd naar Coolblue. Ja, ik merk het zelf ook, hè, gewoon uit mijn eigen ervaring. Als ik intik dompelpomp, om bij jouw voorbeeld te krijgen, kopen, dan krijg je dompelpompexpert.nl, dompelpompdit.nl of gewoon bol.com met een lijstje dompelpompen. Daar heb ik een account, die ken ik, die vertrouw ik. Dat lijkt mij een voordeel. Hoe staan jullie daarin? Hoe kijk jij naar die markt?
Nou, ik denk dat, dat het hebben van een merknaam, dus bekendheid in de markt, dat heel erg relevant is. En of dat nou op een klein domein is, of relatief klein domein, of op één groot domein. Ik denk dat wel opkomend is, maar nog niet het verschil maakt. Wij lanceren elke maand een nieuwe productgroep. En dat doen we ook in die verschillende landen. En in die nieuwe landen gaan we dat wel vanuit één domein proberen. En ook in Nederland hebben we Frank.nl. En daar zijn nu denk ik 20 tot 30 kleinere webshops doorgelinkt. Maar we zien eigenlijk dat het effect is dat die posities op Google alleen maar dalen. En dat juist de kleinere specialistische stores, dat die blijven bestaan hoog in Google. Die bestaan natuurlijk al 10 jaar. Dus dat is een hele lastige transitie. Ik denk ook de reden waarom onder andere Vonk en Coolblue dat hele proces 2, 3 tot 4 jaar heeft geduurd voordat ze echt over zijn gegaan naar één domein. Maar de essentie is dat je een goede customer lifetime circle hebt. En dat is iets wat we echt mee aan de slag gaan. Het lastige lijkt mij als je zegt van we kiezen niches uit die eigenlijk heel specifiek zijn en ook best wel uniek zijn. Ja. Juist als je dan zegt we gaan naar een overkoepelend ding, dan is een site eigenlijk weer een rare eenheid. Hè? Want als je allemaal van dompelpompen tot werkschoenen bij wijze van spreken, nou die twee kunnen misschien nog wel. Maar ik kan me voorstellen dat je als je een Coolblue bent, of als je gaat doen, dat je eigenlijk weer in alle stappen van de elektronica bijvoorbeeld, in dit geval vertegenwoordigd wil zijn. Kijk, het is heel moeilijk om een dompelpomp of een werkschoen in dit voorbeeld te verkopen op dezelfde site waar je ook een rollator verkoopt. Ja. Maar dat zijn eigenlijk twee totaal verschillende doelgroepen. En ik denk dat ook de uitdaging is. We lanceren eind van het jaar ook een volledig nieuw platform. Dus wat je nu ziet is eigenlijk een samenvoegsel van de afgelopen 10 jaar. Maar we zijn nu bezig om echt een nieuw platform te ontwikkelen die exact dit probleem probeert op te lossen. Ik ga daar niet te veel over vertellen. Maar dat is wel de essentie. Want je wil die meneer of mevrouw die een rollator nodig heeft, of een fietsendrager, die wil je op dezelfde manier behandelen binnen zijn of haar visie, hoe zij graag behandeld wil worden, dan iemand die heel snel een werkschoen wil hebben en bam, weg, morgen thuis, klaar, goedkoopste prijs, hoi. Ja. En dat zijn twee totaal verschillende customers die je wel op een vergelijkbare manier binnen dat platform moet kunnen behandelen. Ja, maar hoe een vraag van een leek hoor, die wel eens een website heeft gebouwd voor verschillende partijen, maar zo ingewikkeld is het toch niet? Je hebt toch een eindeloos grote database met spullen die allemaal, waar je eindeloos op kunt filteren. Ja, als ik van tevoren weet wie mijn website bezoekt, exact. Ja, nee, maar die zoekt ergens op. Die komt binnen. Ik zoek op dompelpompen. Ja. Ik zie de dompelpompexpert. Ik klik op dompelpompexpert en dat linkt door naar frank.nl/dompelpomp. En daar krijg ik dompelpompen gepresenteerd. Ja, omdat je weet dat ik op dompelpompen zoek. Maar dat is natuurlijk een reden. Maar had ik werkschoenen ingetikt, dan was ik op exact dezelfde site uitgekomen. Ja. Gefilterd op werkschoenen. Toch? Zo werkt het toch? Dat de korte termijn. Want in principe is de lange termijn, als je over 5 of 6 of 7 jaar kijkt, gaan mensen niet naar dompelpompexpert of wat dan ook. Maar die moeten denken aan, hey, als ik die dompelpomp moet ik echt bij Frank halen. Dus ik ga nu naar frank.nl of wat dan ook. Ja, dus je wil echt je overkoepelende merk weer gaan branden. Dat is wat je. Correct. Wat je en ja. we heten hiervoor ook anders. 10 jaar geleden was het Expert Shops en daarvoor was het Expertie. Ja. En sinds 1,5, 2 jaar hebben we die soft launch richting Frank. En we hebben daar eigenlijk nog heel weinig tijd en aandacht aan besteed. Want ik wil eerst dat nieuwe platform live hebben eind van het jaar. En dan gaan we de boer op. Maar ja, we groeien nu al 90%. Er werken al een kleine 200 man bij ons. Oké. Okay. Dus, ken je ze nog allemaal? Nee. Maar ja, daar ben ik heel eerlijk in. Ik zou het heel graag willen. Maar in het magazijn hebben we heel veel flexers. Dat zijn mensen die komen als het heel druk is en niet komen als het minder druk is. Ja, die kan je bijna niet allemaal kennen. Ik probeer het wel en je gaat daar regelmatig naartoe. Maar je ziet zo vaak nieuwe gezichten met stagelopers en ik ben niet zo goed in namen. Dus dan wel gezichten, maar niet namen. Dus wat ik al zei, de grootste uitdaging is nu hoe kunnen we die groei zo duurzaam mogelijk behappen. Want ik wil dat elke klant tevreden is. En dat is wel echt een belangrijke doelstelling. Maar dus de groei moet niet voor het klant of tegen het klantgeluk gaan werken. En dat is op dit moment de grootste uitdaging. En dan willen we ook nog een platform lanceren. Willen we ook nog binnen 2 jaar naar 25 landen. Dus dat is ambitie. Maar ik denk wel een hele, hele toffe uitdaging. Ja. De prijs is, mensen gaan online zoeken, gaan online vergelijken. Natuurlijk kom je boven omdat je goed weet. Maar prijs is één ding. Deskundigheid is in een winkel, ook online een ander ding. Ja, als jij zou kiezen voor die niches, hoe zorg je ervoor dat je mensen wat weten van werkschoenen? Elk product
elk product is bij ons zelf geschreven. Dus dat is niet, dat komt niet vanuit de leverancier of wat dan ook. Dat is echt door iemand op onze productafdeling zelf geschreven. Dus eigenlijk durf ik wel te zeggen dat wij binnen die verschillende niches best een brede kennis hebben. En ik durf zelfs te zeggen dat die kennis beter is dan de grote ketens die hier gewoon op zaterdagmiddag spullen verkopen en scholieren inhuren. Dus ik denk dat dat juist een hele belangrijke USP is ten opzichte van heel veel andere partijen. Een vraag via Twitter. Johan Schaap zit mee te kijken. Die vraagt, hoe doen jullie de distributie en wat zijn de trends daar? Same day delivery, binnen een uur, milieuvriendelijk, gebundeld. Wat is jullie distributie doen we zelf. We hebben een magazijn van op dit moment 10.000 vierkante meter. Met een extra vloer erin, dus effectief wat meer. Ik denk over anderhalf jaar groeien we daaruit. Maar dat heeft ook te maken met die groei waar ik net over had. Dat is ook een uitdaging. Dus distributie doen we zelf. We hebben zelf een magazijn, we hebben zelf voorraad. We hebben zelf mensen die de producten inpakken en versturen. Dat doen we met partijen, de bekende PostNL, DHL, DPD's van deze wereld. En proberen daar zo milieuvriendelijk in te zijn. Alleen de uitdaging daar is echt dat mensen steeds meer willen. En je ziet daar, en ook steeds sneller. Dus mensen willen liefst hun pakketje gisteren al hebben, voordat ze bedachten dat ze het überhaupt gingen bestellen. Nou, er zijn een aantal partijen die daarop inspelen. Ik denk dat dat niet een duurzaam model is. Maar je ziet dat de opkomst van same day, de opkomst van binnen 4 uur leveren, de opkomst van tijdsvakleveringen, dat is iets wat in Nederland met name heel erg aan het groeien is. En je ziet daar ook een heel groot verschil in tussen andere landen. In Denemarken bijvoorbeeld, of Zweden, waar we ook zitten. Daar vinden mensen het prima dat ze het binnen 4 dagen geleverd krijgen. En in Nederland durf ik te zeggen dat die echt daarin soms wel eens doorschiet. Mm-hmm. Wat zie jij als wat voor jou de belangrijkste concurrentie? Wie zijn de concurrenten? Ik denk wij noemen Coolblue vanuit ons eigen beperkte spectrum. Coolblue is helemaal geen concurrent van ons. Kijk, zij zitten, ik weet niet exacte percentages, maar zij zitten grotendeels in elektronica. Hebben een hele andere klantgroep. Wij zitten helemaal niet in elektronica. Dus dat is al niet. Kijk, wij worden altijd vergeleken met Coolblue omdat wij meer shops hebben. Meer dan één, maar dat is prima. Ja. Ik denk dat wij heel veel verschillende concurrenten hebben, heel veel kleine concurrenten. Dat maakt het ook eigenlijk heel diffuus, van ja, je kan je concurrenten niet echt benoemen. Ik denk dat een belangrijke concurrent of concollega is de online markt. Want daar zien we toch een trend in dat mensen meer gemak willen. Op dit moment koopt zo'n 13-14% fysieke producten online. Nou, het gaat naar 80, is mijn verwachting binnen 10-15 jaar. Dus daar gaat nog een enorme trend in, of een verandering in plaatsvinden. En ik denk dat de markt een hele grote concurrent is. En dat klinkt raar. Maar je ziet dat heel veel grote internationale partijen eigenlijk geen rekening houden met of je nou winst of verlies maakt met een bedrijf. Er zit zoveel geld achter. Dat heel moeilijk is om als relatief kleine partij die altijd winstgevend is geweest. Zit je, deze sector is ook zo, dat marktaandeel desnoods ten koste van marges behaald. Heel veel grote, als ik het heb over Nederland, heel veel grote Nederlandse partijen zijn niet winstgevend. Ja. En wij zijn al van onze start zijn we winstgevend. Dat is ook een van onze doelstellingen. Die staat eigenlijk voorop ten opzichte van de omzetgroei. Maar dat is wel een belangrijk. Kijk, dat komt ook omdat we self-funded zijn. Dus we hebben geen investeerder, we hebben niemand anders aan wie we moeten rapporteren. We doen het allemaal zelf. Dat limiteert je in je groei, ondanks dat je 90% groeit dit jaar. Maar er zijn bedrijven die 3, 4, 500% groeien en er ook over 2 jaar niet meer zijn. En dat is iets wat ik niet wil. Dat is ook niet goed. Dat is niet goed voor de markt, dat is niet goed voor je klanten, dat is niet goed voor jezelf. En uiteindelijk moet je proberen duurzaam te blijven groeien. En altijd goed in de gaten houden waar je kosten liggen. En dat is wel denk ik een kern van ons bedrijf. De laatste vraag. Wij doen een dagje hier Groningse ondernemers. Is er iets dat Groningse ondernemers bindt? Is er iets wat jullie overeenkomstig hebben hier, wat hier vaker voorkomt dan bijvoorbeeld waar wij vandaan komen, Amsterdam? Ik denk dat toch wel een soort van saamhorigheid en vriendschap is die er op een of andere manier is. We hadden het voor de uitzending al kort over. Groningers die zijn allemaal verbonden met clubjes, netwerken, gunnen mensen elkaar of gunnen elkaar wat. En ik denk dat dat wel een heel groot verschil is met in het Westen, waarin vaak heel vaak wordt gevochten en ik wil die klus, ik wil die klus, ik wil die klus. Nee, ga nou gewoon proberen samen daar mee aan de slag te gaan. En dat is denk ik het mooie van het noorden. Het is toch een soort van status apart in het noorden, maar ik ben heel blij dat ik hier woon. En
ik denk dat het Noorden echt hele toffe ondernemers heeft. Ja, super. Heel ontzettend bedankt. Een mooi verhaal. En Stekel, jij zit met name een beetje in zijn niches, denk ik. Jij bent al meer zijn klant dan dat ik er ben. Ik koop al dat soort dingen online, ja. Ja, en ik heb geen werkschoenen en ik heb geen pomp. Maar ik zoek daar ook echt op. En dat bracht me nog wel bij één laatste vraag. Stekel, dat hadden we afgesproken. Nee, blijft Google zo belangrijk? Want alles gaat nu via Google, hè? Ja, ik denk dat het belangrijk blijft, maar dat het wel aan het afnemen is. Omdat ik denk dat de grote bedrijven groter worden, dus ook de merken groter worden. Ik denk dat mensen uiteindelijk niet naar Google gaan om een product te gaan zoeken, maar uiteindelijk naar Frank of Coolblue of Weekamp of Amazon of wie dan ook. En daar uiteindelijk gaan kopen. En je ziet dat dat soort bedrijven zich ook richting de zoekmarkt begeven. Dus je ziet daar wel een kentering. Oké, interessant. Ja, nou, had je eigenlijk stiekem heel veel extra vragen hierover natuurlijk. Maar ja, andere keer. Ik loop aan de lijmand vandaag. Andere keer. We interviewen zoveel leuke Groningse ondernemers dat we moeten ons vandaag ook aan tijd houden. Een beetje aan de tijd houden. Heel ontzettend bedankt nogmaals. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken zoals altijd. Ik wou zeggen, vrienden, even waaruit we uitzenden. Daar zenden we niet vandaan uit. Dat doen we volgend seizoen weer, want dit is onze laatste dag van dit seizoen. Maar we zitten vandaag bij Voice. Dank voor de gastvrijheid. Later vandaag is er nog iemand van Voice die aanschuift om te vertellen wat zij doen en hoe ze dat dan doen. Bier en Koop bedanken we normaal altijd voor de biertjes. Vandaag is dat meer specifiek. Kon minder. Baks de brouwer hier vandaan. En bij Martinez, die de techniek bij ons doet, die komt hier vandaan. Dus die zei altijd tegen ons van hoe gaat het, Martinez? En dan zei hij altijd al, kon minder. Dus we begrepen dit merk meteen. Wie nog meer? Natuurlijk Jetstream schuift vanavond niet in de uitzending aan, maar Stef komt nog wel eventjes langs. Dat zorgt altijd voor de livestream van deze uitzending. En dan hebben we nog PQR voor de hosting. We zijn de hele dag in Groningen. Mooie ondernemers, dus blijf kijken. Dag.